In Chalet Bergrust vond vanochtend de overhandiging van de Preuvene donatie plaats. Het provenement, dat dit jaar haar 40-jarig jubileum viert, was ondanks de wat regenachtige dagen ook afgelopen zomer druk bezocht. De opbrengst van het evenement wordt dit jaar anders besteed dan vorige jaren. We hebben dit jaar inderdaad bewust gekozen voor meerdere kleine goede doelen. Dus andere jaren hadden we vaak één hoofdgoede doel en meerdere kleine. Maar we hebben eigenlijk ook door de twee coronajaren zoveel aanvragen gekregen. En ja, zijn ook verschillende stichtingen, verenigingen die allerlei inkomsten hebben gemist in die jaren. Dus ja, de bewuste insteek meerdere kleine goede doelen, zodat we meer mensen blij kunnen maken met een donatie. En hoe groot was de opbrengst? 163.000 euro was de opbrengst dit jaar. Dus dat is een heel mooi bedrag. Ja. En dat gaat helemaal naar al die kleine doelen? Ja, inderdaad. Ja. Dus ongeveer over een 60 goede doelen zijn die verdeeld. Eigenlijk afhankelijk van hoeveel ze hebben aangevraagd, verdelen we die over de goede doelen. En dus was er blijdschap en verrassing bij heel wat partijen dit jaar. Bijvoorbeeld bij de Stichting Intocht Sinterklaas, die het geld goed kan gebruiken. We hebben natuurlijk een nieuwe garderobe gekocht voor onze Piet die uit Spanje komen. Ze lopen natuurlijk in regen, op de daken worden vies. Dus we gaan het besteden aan onze garderobe van Sinterklaas. Zeker na afgelopen week, denk ik, hard nodig. Ja, want de pieten waren helemaal nat geworden. En ze moesten s'avonds natuurlijk nog de daken op om de schoentjes te vullen. Dus we hebben heel veel bakken nodig om de pieten gewoon lekker droog en warm de daken op te sturen. Was u verrast? Ja, zeker. Ik bedoel, elke donatie, elke bijdrage is welkom. Het zijn altijd de ondernemers en de kleine subsidie die we hebben. Dus ja, de Stichting Sinterklaas is zeker blij. Ja, ongelooflijk veel. Dat is toch een waardering voor wat we doen, denk ik, als stichting. En met name natuurlijk onze jassenactie die in de maand oktober heeft plaatsgevonden. En waarbij we ruim 35.000 jassen in de hele provincie hebben ingezameld om uit te delen aan mensen die dat zelf helaas niet kunnen veroorloven. Dus we zijn ontzettend blij hiermee. Wat vind je ervan dat het Struiscomité nu heeft gekozen voor meerdere kleine doelen? Ik vind dat een goede beslissing. Want je ziet ook dat mensen vaak gewoon met kleine bedragen al heel erg geholpen zijn. Dus ik vind het fantastisch dat ze dat op die manier doen. Ja, mooi. Mooie beslissing. Ja. Uiteindelijk.